U kijkt nog naar GovTV op 8.3. Wij vonden het nodig om langs te lopen bij de directeur van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, om te vernemen wat de recente activiteiten zijn van dit belangrijk ministerie. Uw aandacht voor dit vraaggesprek. Het ministerie zit inderdaad niet stil. We zijn bezig met een aantal ontwikkelingen. Een van de ontwikkelingen is dat we recentelijk een Facebookpagina hebben opgezet. Waarbij we nu vaker in contact staan met de burgers. Goed zo. We zien dus dat het een heel positief effect heeft. Waarbij de burgers niet alleen hun klachten deponeren. Maar het ministerie neemt via Facebook ook contact met ze op. En we kregen soms heel leuke reacties waarbij mensen zich afvragen van zo 20 en why naar ROGB, want ze zijn niet gewend dat ROGB contact met ze opneemt. Ja. Wat wij hebben begrepen is dat mensen de afgelopen jaren bijna nooit reactie terugkregen van ROGB wanneer ze een hun probleem hier hebben neergelegd. Ja. Maar nu wordt er dus wel contact opgenomen met de mensen via Facebook. Is dat 24/7 business? Eigenlijk wel, dat kunt u zeggen. Maar naast Facebook, we hebben nu eindelijk ook een telefooncentrale. Omdat we sinds een jaar, iets langer dan een jaar, in een ander gebouw zijn. En we nemen nu ook contact met de burgers op. Wij hebben als doel gesteld dat wij alle oude aanvragen willen afhandelen. En wanneer we bezig zijn met deze aanvragen, dan zien we dus dat vaak genoeg die aanvragen incompleet zijn. Mensen dienen gewoon de standaard aanvraag in, een aanvraag met hun kaart. Maar vaak genoeg, te wishitak de ouders van Pratagrong, die Demching, dan heb je veel meer nodig. Maar dat weten de mensen niet. En nu heeft het personeel dus de instructie gehad dat ze contact moeten opnemen met de burgers. Om ze te zeggen welke documenten moet je additioneel inleveren. En ook waar moet je ze gaan halen. Want vaak genoeg weten die burgers ook niet. Waar moet ik terecht? Laten we van de gelegenheid gebruik maken om het niet te doen. Stel, ik ben een jongeman. Ja. En mijn ouders zijn op het punt om afscheid te nemen van het artsenleven. En ze willen de zaak overzetten, het terrein overzetten op naam van hun zoon. Wat zou ik moeten doen of wat zouden zij moeten doen om dat vlekkeloos te laten geschieden? Nou, kijk u, daarop kan ik geen 1, 2, 3 antwoord geven, omdat de zaken verschillen. Wat we hebben gezien hier op het ministerie is dat ouders inderdaad jaren terug hebben aangevraagd. Ik wil overdragen op mijn kinderen. Maar doordat het ministerie al die tijd die aanvraag niet in behandeling heeft genomen, in vele gevallen komt het voor dat die ouders inmiddels al zijn overleden, omdat die aanvraag 10 jaar terug is gedaan of 15 jaar terug. Inmiddels zijn die ouders overleden. En nu zitten de kinderen dus in een boedelkwestie. Je gaat dus naar andere manieren moeten zoeken om deze zaak op te lossen. Vaak genoeg denkt men ook, ik heb mijn aanvraag ingediend bij ROGB, maar natuurlijk is de situatie gewijzigd. Dus we roepen de mensen op om te zeggen van, dit moet je extra brengen. En wat de mensen vaak ook niet begrijpen, is dat ze eerst hun huiswerk moeten maken. Vaak denkt men, ik doe een aanvraag naar ROGB, ROGB moet die beschikking opmaken, is het klaar. Vaker zien we dat familieleden onderling eerst overeenstemming moeten bereiken over de verdeling voordat ROGB het kan afdoen. Daar kunnen jullie dan komen? Daar kunnen we niets aan doen. De afgelopen tijd, we zijn nu bezig met het district Para, hebben we gezien dat mensen als familie onderling eerst overeenstemming moesten bereiken. En wij zitten de mensen te bellen om te zeggen van, alle erfgenamen moeten dus tekenen en moeten dus mede ondertekenen om het proces afgehandeld te krijgen. Maar het bleek in de praktijk heel moeizaam aan toe te gaan, omdat we zien dat familieleden vaak genoeg niet op één lijn zitten. Dus dat zijn de problemen waarmee we... Dat zorgt voor een heleboel lang... Op onthoud. Laatst hebben we dus in verband met die uitreiking in Para een heleboel mensen zitten bellen. En soms, je actie schreef af, maar ik begrijp het wel. Omdat toen was het de periode van Wika. Hè? En we bellen de mensen en de mensen zeggen het personeel doodleuk van, dem takie snel, want die loopt voetbal. Dus je vraagt je af...
Weten de mensen wel wat het belang is? Ik heb me daar soms ook schuldig aan gemaakt hoor. Toen maar goed, natuurlijk, WK is just for a while. Toch? En jouw grondpapieren zijn, dat is voor lifetime. Dus, ja, en nu willen we dus alle... Hebben ze dat echt gezegd? Ja, ja, ze zeggen, en wanneer het personeel ze belt, dat is snel, jaren, want Meluku voetbal. Ah, ja. Dus dat geeft dus aan de mensen soms de ernst van de situatie. Niet. Ja, ja. Oké, okay, maar ik kom straks terug op Para. Maar los van wat jullie dagelijks doen, ik weet dat er in de afgelopen maanden ook een paar districten zijn aangedaan, toch? Ja. Wat kunt u ons daarover vertellen? Okay. Ik heb een paar blijde gezichten gezien en je kijkt naar die tv, je ziet die mensen zo met zoveel emoties dat stuk in ontvangst nemen. Dat maakt toch wel indruk. Ja, zeker. We hebben inmiddels de districten Wanica, Saramaka, Nikeri, Komowena, Koroni gedaan. En de policy die we tot nu toe hebben gevolgd is dat we alle oude aanvragen uit de archieven gaan halen. Omdat we vaak genoeg burgers op kantoor kregen. Dus, maar ik kreeg die UNO, zeg ik, we hadden 20 jaar lang, ik heb 20 jaar terug mijn aanvraag ingediend of 30 jaar terug, maar nog steeds niets. Situaties zijn inmiddels veranderd. Waar mensen, ik heb het al eerder aangehaald, waar mensen wilden overdragen aan hun kinderen, zijn de mensen inmiddels overleden. Dus dat vergt een andere aanpak van het geval. Dat die policy hebben we gevolgd om te zeggen van nee, al deze aanvragen gaan we nou eindelijk afhandelen. De problemen wat we zijn tegengekomen is dat veel aanvragen niet meer te vinden zijn in de archieven. Ik denk ook vanwege een er was geen controlesysteem ook dat de archieven goed bewaard bleven. Snapt u? En je stuit dan toch wel op problemen waardoor je niet alles kan afhandelen. Je probeert contact te maken met de mensen. Telefoonnummers kloppen niet meer, want die is van zoveel jaar terug, 5 jaar of langer terug. We schakelen hulp in van het commissariaat om de mensen op te sporen. We nodigen de mensen uit op kantoor. En zo hebben we dus een aantal van deze probleemgevallen kunnen afhandelen in de districten. Je staat er versteld van de problemen die we tegenkomen in de districten. Een van de districten bleef een man in een koeienstal. En had dus gewoon geen perceel. Deze heeft een beroep op ons gedaan. En wij zien dus zulke gevallen als prioriteitgevallen waar we mensen wel een menswaardig bestaan willen geven of onze bijdrage daartoe willen leveren. Ja. Ten aanzien van de probleemgevallen proberen we altijd de mensen te contacten en uit te nodigen op kantoor. We hebben nu ingeroosterd dat we per week minimaal 40 spreekuurgevallen willen afhandelen. Dus dat hebben we nu ook ingebouwd. Veertig, zoveel jaar gewacht, want altijd, ik heb een beschikking gehad, maar die was vervallen. En toen ik het in handen kreeg, was het al vervallen. Sinds 86 heb ik vergunning voor een spekslagerij en vleeswaren. En nu pas, na 32 jaar. In Para hebben we ook de nadruk gelegd op de mensen die al jarenlang wachten, wonen op hun perceel, een aanvraag hebben gedaan, maar nog steeds geen beschikking hebben gehad. We weten dat Para de afgelopen jaren veel verkavelingsprojecten heeft gehad, of tenminste er zijn verkavelingsprojecten geïnitieerd. Dat zijn de afgelopen 3 jaren, denk ik, of 4 jaren gebeurd. Maar vooralsnog is het voor ons niet helemaal overzichtelijk wie verantwoordelijk is en wie allemaal de mensen zijn op de projecten. Maar één instructie die wij hebben gehad is dat we
in al die woonwijken de mensen die al wonen op de percelen hun beschikking in orde moeten maken. Omdat die mensen al 30 en 40 jaar wachten. En in heel veel van die gevallen zagen we ook probleemgevallen, overlappingen van de plaats. Buurvrouw heeft verkeerd gebouwd of verkeerd gepland. Buurvrouw der perceel overlap met die van buurman. Familie konden niet tot de overeenstemming komen omdat ouders inmiddels zijn overleden en de verdeling niet kan plaatsvinden. Dus al deze probleemgevallen hebben we meegenomen en geprobeerd het zo goed mogelijk op te lossen. Inderdaad, kennen we nog de verhalen van vroeger, waarbij je bijna elke dag hoort dat mensen zijn opgelegd of die kan gronden voor je regelen. Die image is weg, hè? Enzovoort. Niet helemaal, maar het is wel drastisch teruggenomen, dat kan ik wel zeggen. Misschien gebeurt het nu, ja, hoe moet je het zeggen, subtiel. Gebeurt het niet meer zo openlijk. Maar tot een paar jaren terug was het scheringen in slag. Dat kan ik wel zeggen, ja. Waarbij iedereen zich opwierp als te zijn. Ik heb een lijn met het ministerie en ik kan je regelen met grond. Betaal me 1500. We krijgen nu burgers op kantoor die gewoon namen noemen van mensen. En zeggen van, ik heb aan meneer X 1500 betaald. En ze wijzen hun kwitantie. Soms is de persoon zo slim geweest om geen kwitantie te geven. En de burgers zitten nu met de handen in het haar. Je krijgt soms de indruk alsof mensen die zich zogenaamde lijn noemen van het ministerie, dat ze gewoon buiten lopen en een vrij perceel identificeren en zeggen van oké, ze beginnen 100 mensen of 50 mensen te recruteren en te zeggen van begin maar 1500 te betalen en dan krijg je wel een kavel, zonder dat het ministerie op de hoogte is hiervan. Dus die gemeenschap moet waakzaam zijn en weten dat ze niet met lijnen moeten werken. Natuurlijk niet. Kijk u, het ministerie maakt deel uit van de regering. Toch? En de regering heeft ook haar beleidsplannen om te zeggen, we gaan zo'n grond voor zo'n doel bestemmen. We moeten denken nu in termen van woonwijken creëren met scholen en noem maar op. En dat kan niet. Een of ander persoon van de straat die pretendeert te zijn iemand met een lijn te hebben met het ministerie, zeggen van, ja, jullie komen bij mij komen om te registreren en jullie gaan een kavel krijgen. Ik bedoel, zo werkt het niet. En we moeten geen bandeloosheid en anarchie tolereren hier. Ja. Snapt u? Het is te lang fout gegaan. Want uiteindelijk komt de burger hier zijn beklag doen bij het ministerie. Maar dan zeggen wij van, maar we kennen die persoon niet. Wie is de persoon? Is hij een verkavelaar? Heeft hij een schriftelijke toestemming van het ministerie dat hij dat mag doen, dat hij die grond mag verkavelen? Laat hij met zijn schriftelijke toestemming komen. Ik bedoel, anders kan iedereen, en dan hoor je, die is project van meneer X en project van meneer Y. In eenzelfde district zijn 10 mensen bezig met het project. En wat, dat is het gebied bos, het is niet ontsloten. Die gevallen hebben we in het verleden bijvoorbeeld gezien, waarbij de mensen nu komen naar het ministerie en zeggen van, ik heb een toewijzingsbeschikking gehad. En ik weet niet waar mijn perceel ligt. Dus ROGB, kan je me compenseren met de ander perceel? En dan zeggen we van, hoe is de overheid zo nalatig geweest om mensen grond te geven die ze niet kunnen bereiken? We willen niet op diezelfde toer doorgaan. Dus wij zeggen, alles moet duidelijk zijn. En als mensen bezig willen zijn voor de gemeenschap, kom met het ministerie praten om te zeggen van, dit zijn de plannen en zo gaat het traject eruit zien. Oké. Is er nog wat? Dit soort dingen willen mensen weten. Grolai ete, voor praat gisma. Dat is een... Is dat een moeilijke vraag? Nou, hangt er vanaf. Ik kan daarop ook geen antwoord geven, zo 1, 2, 3. Wat ik hierover wel kan zeggen, en dat hebben wij zelf ook meegemaakt, kijk, er zijn mensen hier op het ministerie, en zonder mensen natrap te geven hoor, die al 30 jaar en 40 jaar werkzaam hier zijn en het systeem kennen. Maar die mensen gaan zeggen je niet waar er grond is. Gelukkig heeft het ministerie ook enkele die hun hart op de juiste plaats hebben. En die ons ook wijzen van
als er arme burgers komen die in woningnood zitten of bijvoorbeeld ze zitten in een huurhuis waarbij ze de huur niet kunnen betalen, niet langer kunnen betalen en ze komen vragen naar een stuk grond, dat wij zelf ook grond voor deze mensen identificeren. Makkelijk is het niet, maar ik moet zeggen dat het ons tot nu toe wel lukt. Een probleem dat we tegenkomen is de incomplete administratie die het ministerie heeft. Maar dat is, ik heb het vaker gezegd, dat is omdat men jarenlang niet heeft geïnvesteerd in het ministerie. Ik bedoel, grond uitgeven is makkelijk, toch? Dan haal je makkelijk die 40.000 beschikkingen als je gewoon grond uitgeeft en je rondt het niet af. Maar je moet ook gaan kijken. Ik denk dat het belangrijk is dat we nu werken aan een beleid en daarmee zijn we ook al begonnen. Eén, op de eerste plaats de oude aanvragen afhandelen, de mensen die al zo lang wonen. Het ministerie is zelf ook bezig grond te identificeren die gegeven kan worden aan burgers die in nood zitten. En we slagen daarin wel. Ja. Oké, okay, welke gebieden moeten jullie nog aandoen? U zei para. Hoe ziet het schema er verder uit? Na Para komt zeker Paramaribo aan de beurt. En Marowena voor dit jaar. Maar ook Wanica. Die drie, de volgorde moeten we nog even bepalen. Maar deze drie districten volgen zeker na Para. Kan ik zeggen, de meeste mensen in Suriname hebben een stuk perceel? Nou, als de meeste mensen hebben, dat weten we niet. Zeker is wel dat een aantal niet hebben en op zoek zijn naar een stuk grond. En wat ook zeker is, dat een aantal te veel grond hebben, te veel percelen hebben en nog steeds op zoek zijn naar grond. Dus nu passen we ook een strenge screening toe. In heel veel gevallen waar we twijfelen, gaan we de zaak beter onderzoeken. Omdat wij zeggen, er zijn een aantal mensen die niets hebben, in een huurhuis wonen of nog bij ouders wonen, die mensen zijn voor ons prioriteit gevallen. Als zo'n aanvraag binnenkomt, dan zetten we een onderzoek erop. En dan wijzen we de grond wel toe, ja, mits alles correct is. Wij zijn nu bezig, we hebben een administratie, al is het niet helemaal compleet. Maar het ministerie heeft zelf ook een administratie. En waar het tekort schiet, GLIS heeft een link met het ministerie. En van daaruit doen we ook onderzoek. Mm-hmm. Ja. En wat als ik te veel zou hebben? Dan wordt gekeken wat u met de grond doet. Er zijn heel veel mensen die niets met de grond doen. Er wordt ingedrokken? We hebben inderdaad de afgelopen tijd een aantal ingebrekenstellingen gegeven aan mensen. Maar dat is een gemakkelijk proces? Nee, dat is het niet. Maar je moet ergens beginnen. Omdat mensen grond bezet houden al 20 jaar zonder er iets mee te doen. Dat zijn gewoon speculanten. Ik bedoel, als je in woningnood zit en je hebt een grond, ga een huis bouwen. Toch? Waarom ga je het bezet houden en waarom wil je nog zoveel andere aanvragen terwijl anderen dringend willen bouwen? Ik bedoel, we moeten ook het rechtvaardigheidsbeginsel toepassen, toch? We moeten niet op zo'n manier met elkaar omgaan. Dat hoeft geen kasteel of paleis te zijn. Natuurlijk niet. Ik kan een geval aanhalen. En je maakt hier echt de raarste dingen mee. Ik kan een geval aanhalen waarbij iemand 2500 vierkante meter aanvraagt. Heel arm persoon die zegt dat hij arm is, zeer arm. En 2500 vierkante meter kan je in twee delen doen. En ik zeg, als je arm bent, ga je geen kasteel van 2000 vierkante meter, een huis bouwen van 2000 vierkante meter, hè, of van 300 vierkante meter. Dus een perceel van 2500 vierkante meter kan je aan twee mensen geven. Het is ruim voldoende. En de persoon zegt, nee, hij wil dan niet de helft van het perceel. Hij zal maar een andere aanvraag doen. En we zeggen, is goed. De persoon dient een andere aanvraag in van hoeveel? 300 hectare. Dus hij wil niet van die de helft van 2500, omdat hij vindt, en hij zegt hij is arm. Hij zegt dus van, ROGB hoeft hem niet te geven, hij zal maar een andere aanvraag doen. En dan dient hij een aanvraag in van 300 hectare. Hectare, weet u wat 300 hectare wil zeggen? Ik bedoel,
Ja. Dan laat het je wel. Je wenkbrauw frons om te zeggen van... Dat kan niet. Dat kan niet. Mami, wat accidents, ma. Uno ser na grong. Te you ab money for no do fu meki go ontwikkeli grong. Dat ik kan go na bangi. Dat je kies aan money, maar dat je moest gebruiken die aan grong. En je moest gebruiken die trasani. En nog een sering. We worden, we zijn de laatste tijd geconfronteerd geraakt met oplichtingsgevallen. En ik wil erbij zeggen, voorheen, een paar, tot een paar maanden terug, speelde het zich voornamelijk af bij het domeinkantoor aan de Prins Hendrikstraat, waarbij mensen werden gebeld en gezegd van, je beschikking is klaar. Kom bij het domeinkantoor met 10.000 of 13.000 en dan krijg je beschikking. En mensen zijn op die manier inderdaad opgelicht geworden. We hebben gezien dat de laatste tijd het zich niet meer afspeelt op het domeinkantoor, maar dat de mensen worden gebeld dat ze naar het hoofdkantoor hier moeten komen aan de Cornelis Jongbouwstraat, waarbij burgers worden opgebeld. Pedens ma etegi den borgutak. Mi eurokona secretariat voor minister en mi kan sit u beschikking kon. En no minister no de, maar dadelijk uit kon. Dus dat ook teken naar beschikking. Dus ik kan contact aan 2 euro of 2:30 dat jouw envelop komt naar 16.000. Ze zeggen bijvoorbeeld ook dat een minister op money van nodig. Dus de minister ook teken naar beschikking dat je moest jouw envelop komen. Die verhalen worden aan de burgers gezegd. En burgers komen inderdaad hier op het terrein. Maar we hebben de wacht wel gezegd om de controle op te voeren. Maar ze komen inderdaad met enveloppes hier om te betalen. Ja, voor deze gevallen hebben we de politie ook ingeschakeld. Ik wil de mensen vragen om deze telefoontjes niet serieus te nemen. Wanneer ROGB u belt, is het met een kantoornummer. En ROGB gaat u nooit zeggen om met een envelop met geld te komen. ROGB gaat u zeggen, u moet nog een uittreksel meenemen of een stamboom of een verklaring van erfrecht, dus de ontbrekende documenten. Maar ROGB gaat u nooit zeggen, kom met een envelop met geld. 18 jaar terug wel, maar niet meer. Wat de trend die we ook hebben opgemerkt laatst, is dat mensen worden gebeld en gezegd van, eigenlijk agronfie wees af, je kies wat afwijzingsbeschikking, maar ik kan tak naar een minister tak alsnog een teken aan toewijzingsbeschikking. Dus ja, ik weet niet of het radeloosheid is van de burgers dat ze trappen in deze verhalen van deze oplichters. Ik weet het niet, maar ik wil de gemeenschap wel vragen om heel alert te zijn en niet in te gaan op deze telefoontjes. Wat het beste voor ons werk en wat het makkelijkste voor ons is, is als de mensen een brief schrijven naar het ministerie met daar hun probleem daarin beschrijven in hoofdlijnen en de additionele stukken erbij zetten. Ik weet dat soms dit man op geloof moro, omdat we gevallen hebben meegemaakt, Pisma schreef om een briefje die aan ministerie en nooit aan ministerie reageert. Maar we zijn zeker alle jaar bezig om echt alle brieven die binnenkomen af te handen of in behandeling te nemen. Het gaat misschien niet zo snel, maar ik moet zeggen, heel langzaam maken we wel vooruitgang. Eén ding wat we ook vaker hebben aangehaald, twee jaar terug, heeft het ministerie het moeten doen met 2 juristen maar voor het hele land die grondbeschikkingen moesten screenen. Nu hebben we het al uitgebreid naar 10 juristen. Het is nog te weinig, maar we hebben wel een aantal mensen erop gezet. En al deze brieven, het is dus makkelijker wanneer de burger heeft geschreven. En dan kan je dus altijd teruggaan. Je kan altijd dat stuk terugzoeken. En we proberen echt alle brieven in behandeling te nemen. Dat is voor ons het makkelijkste. Nog een punt dat ik wil aanhalen, hoor. Omdat het ons ook vreselijk veel zorgen baart. We zien dus dat
Sma e wakti langa tab de beskikking. Sma e klaga tak de wakti 10 jaar ba of 5 jaar of omen jaar de wakti ba. En ik heb al eerder gezegd, nu zijn we bezig alle oude aanvragen af te handelen. Wat we hebben opgemerkt is, de sma wakti langa nodig is de beschikking en dan moeten ze nog een aantal kosten gaan betalen of hun kaarten laten maken en dan zeggen ze, ik heb geen geld. Waardoor het stuk weer vervalt. Het kost ontzettend veel tijd om één aanvraag helemaal te onderzoeken. Dus als de burger zijn stuk weer laat vervallen, gelooft u me, dan moet je dat proces weer helemaal opnieuw beginnen. Dan heb je zomaar gewerkt. Dus ik wil de mensen vragen, zodra u weet dat u een aanvraag hebt ingediend bij het ministerie of isaptak emi, op een aanvraag naar het ministerie, begint u te sparen. Begint u te sparen voor uw kaarten, uw uitmetingskaarten. Begint u te sparen voor als u taxatiewaardes moet betalen. Zodat de eindelijk je kies je beschikking, dat je het proces ook snel kan afronden. Wij willen alles afhandelen. Wij willen echt de mensen hun rechtszekerheid geven. Omdat de mensen, wij gaan ervan uit, wij hebben een policy van iedereen heeft recht op een stuk grond. Iedereen moet rechtszekerheid hebben. Niet dat je al een huis hebt gebouwd en morgen kreeg iemand anders de beschikking. Dat hebben we ook meegemaakt. Sma bouwt op de Osso. Ze wonen al 30 jaar daar. Ze hebben al een aanvraag 20 jaar gedaan. Maar we zien dat daarna gewoon de grond aan iemand anders is gegeven. Het is soms heel triest wat je meemaakt. Je vraagt je af, hoe konden mensen al die tijd op zo'n mensonterende manier omgaan met de burgers van het land? Dat is niet goed. En we willen nu zaken gaan corrigeren en rechttrekken waar het fout is gegaan, ja.